Gelderland staat vol met zorginstellingen in alle soorten en maten. En omdat we de kwaadste niet zijn, mag iedereen daarvan profiteren. En waar kwamen al die patiënten dan vandaan? Nou, velen kwamen uit de Randstad. Al eeuwenlang introduceren Gelderlanders de nieuwste en meest moderne zorginstellingen in Nederland. Dan is het toch een fantastische vernieuwing dat er hier in Culemborg in Gelderland een speciaal gebouw kwam voor die wezen. Ja, dat is inderdaad, dat was revolutionair in die tijd, ja, ja. Om allerlei redenen kwamen patiënten uit heel Nederland vanaf de 19e eeuw naar Gelderland. Deze internaten die werden geleidelijk aan meer opbergplaatsen. Maar dan vanuit de gedachte dat ze toch al hier veilig zaten en voor henzelf en voor de samenleving. Vandaag in Ridders van Gelre, waarom Gelderland de zorgkampioen van Nederland is. Zo, hè? Onder elkaar. Ja, echt een briljant idee van jou om een sauna te bouwen op de zolder van de toren. Ja, kost wat, maar dan heb je ook wat, hè? Ja, en je zit niet tussen al die randstedelingen nee. Die in die sauna zitten op de Veluwe. Niet dat geschreeuw om je heen. Ja, heerlijk. Maar toch wel bijzonder. Dat die randstedelingen al eeuwenlang naar ons toe komen om te relaxen en gezond te worden. Te kuren en te hoesten. Ja. Al eeuwenlang. Eeuwenlang. Ja, maar wanneer zou dat begonnen zijn? Nou, echt lang geleden al, hoor. Ja. Gelderland kent een lange traditie met de oprichting van moderne zorginstellingen. Een van de oudste voorbeelden is het Elisabeth Weeshuis in Culemborg. Uit de nalatenschap van Elisabeth, gravin van Culemborg, werd een gloednieuw tehuis gebouwd speciaal voor kinderen zonder ouders. Dat was in die tijd ongekend in Nederland. Wat een mooie plek, Jesse. Ja, het is fantastisch hier, hoor. Ja, en wat een mooi gebouw. Het is een heel mooi gebouw. Ja, je kijkt hier echt nog tegen de 16e eeuwse gevel van het Elisabeth Weeshuis aan. Maar het is ook een bijzonder gebouw, hè? Een revolutionair gebouw, mogen we toch rustig zeggen. Ja, absoluut. Dit was voor het eerst dat er een nieuw bouw weeshuis werd neergezet in de Nederlanden. Het was een enorm complex in die tijd. Ja, je ziet het al, het is natuurlijk ontzettend groot. Zeker als je bedenkt wat voor klein stadje Culemborg in die tijd was. Maar er was nog een boerderij bij. Er was een bakhuis bij, waar de broden werden gebakken. Er was een brouwerij bij, een washuis. Dus ja, het was een groot zelfvoorzienend complex in die tijd. En helemaal gebouwd om wezen op te vangen. Speciaal voor de wezen. 24 meisjes en 24 jongens konden er in het huis. Want hoe ging het daarvoor? Ja. Er werd wel wat gedaan voor de wezen, dus door de kerken bijvoorbeeld. Maar dat waren vaak of kleine weeshuisjes. Maar het kwam ook nog best wel veel voor dat kinderen gewoon op straat terechtkwamen en moesten bedelen. Dan is het toch een fantastische vernieuwing dat er hier in Culemborg in Gelderland een speciaal gebouw kwam voor die wezen. Ja, dat is inderdaad, dat was revolutionair in die tijd. Ja, ja. Dus het kwam natuurlijk wel meer voor dat de weeshuizen werden gesticht. Maar vaak waren dat dan nalatenschappen van bijvoorbeeld een huis. Of een paar honderd gulden, wat in die tijd best wel veel was, hoor. Daar kon je een huis voor kopen. Maar hier was 58.000 gulden voor beschikbaar. Dus dat was natuurlijk een gigantisch bedrag. Best zwaar, zo. Het is natuurlijk een heel bijzonder document dit. De fundatiebrief, gedateerd 12 oktober 1560... Dus hierin staan alle regels van het huis beschreven. En dus hoe laat moesten ze opstaan? Nou, dat was dus heel vroeg, 5 uur 's ochtends. Hoe vaak moest er gebeden worden? Wat werd er gegeten? Hoe vaak moesten de voeten worden gewassen? Dus dat in detail stond het leven. Dat staat hier allemaal in? Ja, dat in detail staat er beschreven. En hoe vaak moest je voeten wassen? 1 keer in de 2 à 3 maanden. Oh, dus dat viel mee. Ja. Dan ben ik nog veilig. In de Gouden Eeuw, de Hollandse Gouden Eeuw, wordt Nederland geprezen door mensen uit het buitenland om de goede zorginstellingen, mm-hmm. zoals weeshuizen. Mm-hmm. Maar Culemborg was dus de allereerste. Ja, zo kun je het inderdaad wel stellen. Ja, het is het eerste nieuw gebouwde weeshuis. Er zouden er daarna nog vele volgen, maar
ja, dat het inderdaad op deze schaal en met zoveel rijkdom gebeuren, dat was inderdaad nieuw hier in Culemborg. Ja, dus waar Nederland zo voor geprezen wordt, dat begon hier in Gelderland. Hele goede, nieuwe zorginstellingen die revolutionair waren in die tijd. Zo zou je het kunnen zeggen, ja. Ja, ja, zo zeg ik het heel graag. Zo zeg je het, ja. En deze brief bewijst het. Deze brief bewijst het, zijn de bronnen, ja. Ja, ja, die dat zeggen. Ja. Als ik denk aan zorg in Gelderland, dan denk ik meteen aan Het Dorp. De eerste grote actie voor een goed doel op de Nederlandse televisie. Maar vooral ook een revolutie en uniek in de wereld. Een plek waar gehandicapten een zo normaal mogelijk leven kunnen leiden. Mies Bouwman werd tenslotte door de initiatiefnemer van Het Dorp, dokter Klapwijk, die ook 24 uur in touw bleef, voor haar grote aandeel in de actie met rozen gehuldigd, waarna zij ontroerd een dankwoord sprak. Dit is de beroemde televisieactie Open het Dorp, waar we altijd denken aan Mies Bouwman. Maar we zouden eigenlijk aan uw vader moeten denken, meneer Klapwijk. Deels. Mies heeft natuurlijk dit hele geheel gepresenteerd. Maar mijn vader was degene die destijds met het idee kwam om zo'n dorp te gaan opzetten. En dat idee had hij, omdat hij als arts geconfronteerd werd met de opvang na de revalidatie van mensen die uitgerevalideerd waren. En waar moeten ze dan naartoe? Gehandicapte mensen. Gehandicapte mensen die konden of naar huis of naar een verpleeghuis. We hebben het over de jaren 50. 50, 60 in die tijd. Hij kwam met dat idee en hij is toen het land ingegaan met dat idee. En uiteindelijk kwam die uit bij de AVRO. En de AVRO had een jubileum te vieren. En die bestond denk ik 40 jaar. Dat zal ongeveer 42 jaar geweest zijn. En die zei, nou, wij willen daar onze bijdrage aan leveren. Een uitzending van maken. En dan doen we het ook leuk. Dan doen we 24 uur. In een ononderbroken stoet kwam een stroom van goedegevers die hele 24 uur lang naar het draaigebouw. 24 uur televisie, ik denk jaren 60. Voor mij was de televisie maar een paar uur per dag. Dus dit was echt... Dat was uniek, je moest speciaal... Een belachelijk idee eigenlijk. Ik weet dat mijn vader naar Den Haag is gegaan om te vragen of hij langer mocht uitzenden. De overheid heeft aan die hele dorpsactie, behalve de toekenning van zendtijd, niets gedaan. Het is gewoon een particulier initiatief geweest. Mensen zagen wel zeg maar, het belang van deze actie. Ja, dat kwam ook door zijn hele enthousiaste verhouding. En hij wilde dit graag doen. En het was echt een droom om dit te verwezenlijken voor mensen met een handicap. En het is uniek in Nederland. En naar aanleiding hiervan is ook in het buitenland zijn er dorpen gesticht. In Oostenrijk, in Japan, in een van de Scandinavische landen. Daar heeft men ook naar aanleiding hiervan gezegd, ja, wij zitten met hetzelfde probleem. Zou dit niet een prachtige oplossing zijn? Dus die Klapwijk, uw vader, was gewoon echt een ziener, een pionier. Dat denk ik wel. Niet zo bescheiden. Ja, dat kan u wel zeggen, maar dat ben ik van nature. En ik denk dat hij dat ook was. Ja, dat was mijn vader. Of dat is mijn vader, maar in brons. Het stom is, je denkt bij het dorp altijd aan Mies Bouwman, maar ik, na vandaag denk ik aan Klapwijk. Want dat is toch, uw vader was wel... Dat is de initiatiefnemer van het hele project dat we vandaag bezocht hebben. Ja, u staat nu naast uw vader. Hoe is dat voor u? Emotioneel. Ja. Ja, dit emotioneert mij zeer. Dat ik dat ik dit nog een keer kan vertellen. Hij is in 2008 overleden. En we waren hele dierbare, dikke vrienden. En het was meer dan een vader voor mij, laat ik het zo formuleren. Dat deze man, ook een Arnhemse arts, dit voor de hele wereld betekent. Daar hebben wij toch iets bijzonders voor. En ik kan het moeilijk op zijn revers spelden, maar ik probeer het toch. Ik denk dat mijn vader vanuit een volk dit aankijkend een heel mooi slot vindt. Het zijn niet alleen onze lieve voorouders die een hoofdrol speelden bij de oprichting van zorginstellingen in Gelderland. Ook onze mooie natuur was een reden dat klinieken en opvangcentra in onze provincie als paddenstoelen uit de grond schoten. Vooral in Ermelo was alle ruimte om de ene na de andere zorginstelling op te richten in de vrije natuur. Wat een prachtige, rustige plek. Ja, we zijn hier in Ermelo op het terrein van Veldwijk, zoals dat vroeger heette. Een krankzinnige inrichting, om de oude term te gebruiken. En in de eind 19e eeuw werden veel van deze voorzieningen
voor allerlei groepen burgers opgericht. Juist in Gelderland, onder meer vanwege deze enorme rust, ruimte, landenrijke omgeving die als zeer gezond werd beschouwd voor de mensen. Want dat zien we in de 19e eeuw veel, hè? Dan schieten die zorginstellingen in Gelderland echt als paddenstoelen uit de grond. Ja, want in de 19e eeuw zag men steeds meer mensen wat aan de rand van de samenleving komen. Ze werden vaak maatschappelijk onvolwaardigen genoemd. Allemaal in de terminologie van die tijd. Bijvoorbeeld bedelaars, zwervers, krankzinnigen, zwakzinnigen, gevallen meisjes. Al dat soort termen in die tijd gebruikt om een hele groep burgers aan te geven die wat aan de rand van de samenleving verkeerden en die men eigenlijk wilde heropvoeden door afzondering voor een tijdje in zulke omgevingen tot maatschappelijke burgers die een bijdrage konden leveren aan de samenleving. Wat waren nu de belangrijkste factoren waardoor al die zorginstellingen in Gelderland ontstonden? Eén was de geografische omgeving. Dus de ruimte, de natuur, de bosrijke omgeving, de zandgronden. Gewoon de mooiste omgeving van Nederland. De tweede, de zorgvisie in die tijd, was gebaseerd op afzondering. Een ander punt was dat veel initiatiefnemers eind 19e eeuw in Gelderland woonden. Er waren heel wat dominees, predikanten, die in die tijd het initiatief namen om dit soort voorzieningen op te richten. Dat deed dus uit caritas, naastenliefde, barmhartigheid. En ook uit een soort concurrentiegevoel dat ze voor de eigen geloofsgemeenschap voorzieningen wilden hebben en niet wilden dat bijvoorbeeld gereformeerden naar katholieke instellingen gingen of omgekeerd. Kortom, de onderlinge concurrentie tussen de geloofsbewegingen stimuleerde ook dit soort voorzieningen. Oranje-Nassau-Oord is een mooi voorbeeld van een zorginstelling die aan het einde van de 19e eeuw is opgericht. Stel je eens voor, dit was ooit het tweede TBC-sanatorium van Nederland. En het is nog steeds in gebruik. Vanwege gebrek aan TBC-patiënten is het inmiddels wel een verpleeghuis. Het is een prachtig gebouw. Maar wat deden de mensen hier nou de hele dag? Op krachten komen essentieel, dus heel veel liggen. En als ze wat beter waren, dan konden ze ook wandelen, was ook goed. TBC was eigenlijk niet te genezen. Dus men moest op krachten komen, dat was de bedoeling. En waar lagen die mensen dan? In zogenaamde lichthallen. En dit is zo'n lichthal? Dit is een lichthal, ja. Nou, daar liggen we dan, Kees. Ja. Lagen we dus hier zeg maar, als een soort getrouwd stel in bed te hoesten. Nou, dames en heren, waar lagen we al apart? Die mensen die verveelden zich toch kapot? Dat is ongetwijfeld zo, dat denk ik wel. Maar ja, je had maar te wachten tot het beter werd. Het was uiteindelijk de bedoeling dat je zoveel mogelijk kon aansterken. Zodanig dat je je werk weer kon doen. TBC-patiënten die kwamen naar Gelderland omdat het hier... Nou, het was hier natuurlijk voor TBC-patiënten heel goed. Ver van de industriële centra van Nederland, waar eventueel vervuiling was. Het was een prachtige omgeving hier. Een goed kuuroord, echt een goede plek om te kuren. Een kuuroord, zeg maar. Ja. Wat is de rol van koningin Emma? Zij had dit landgoed in eigendom. Omdat een zusje van haar aan TBC overleden is, heeft zij hier dit sanatorium gesticht. Ja. Dat is al nobel van Emma. Ja, zij had de bijnaam koningin der weldadigheid. En waar kwamen al die patiënten dan vandaan? Nou, velen kwamen uit de Randstad. De eerste patiënt is in 1903. Allemaal wel, kijk, Haarlem, Schravenhagen. Ja, Helmond. Nieuwdorp, Noord-Holland. Noord-Holland, ja. Dit allemaal. Rijswijk, Spijkenisse. Amsterdam. Kwam echt overal van. Amsterdam, Rotterdam. Ja, maar wel veel Randstad, hoor. Ja, maar daar woonden ook de meeste mensen natuurlijk. Dat zal het ook zijn. En bovendien waren daar de grote steden met de slechte huisvesting en zo. Ja, en ze niet zulke mooie, lekker schone Gelderse luchten? Nee, niet van die Gelderse luchten. Nee. Het
Het is natuurlijk mooi dat wij in Gelderland zoveel inwoners van de Randstad de zorg konden bieden die zij nodig hadden. En dat gold niet alleen voor zieken, maar ook voor mensen met een beperking. Ook zij vonden in Ermelo een nieuw tehuis. Maar werden zij alleen uit liefdadigheid naar Gelderland gestuurd, of speelden ook andere motieven een rol? Ik vind het toch wel confronterend, hoor. Grondslagen der zwakzinnige zorg. Ja, toen heette wat nu mensen met een verstandelijke beperking heten toen zwakzinnigen. Zwak van zinnen. Dus dat was toen de term die toen gebruikt werd. Net als wat hier staat, de Vereniging tot Opvoeding en Verpleging van Idioten en Achterlijke Kinderen. Dat was niet denigrerend bedoeld, zo werd dat in die tijd genoemd. Achterlijke kinderen, die dus als het ware lichtverstandig gehandicapt waren, maar opgevoed moesten worden tot dat volwaardige burgerschap. Dit zijn de patiëntenboeken. Ja. Ja. Even kijken, de geboorteplaatsen staan er ook bij. En dan zie je echt mensen uit heel Nederland, hè? Uit heel Nederland. Even kijken. Oestgeest, Amsterdam, Rotterdam, Bijlen, Amersfoort. Heel verspreid. Dat heeft ermee te maken dat dit een van de eerste inrichtingen was. Zelfs de eerste inrichting voor zwakzinnigen in Nederland. En dus was er grote behoefte aan deze voorziening. Dus vandaar dat uit hele land deze mensen ook hier naartoe kwamen. Was het ook de bedoeling dat mensen hier in Ermelo dan weer genazen? De bedoeling was, er was een opvoedingsoptimisme in de 19e eeuw. Vanuit de verlichting komend, van mensen kunnen tot redelijke wezens opgevoed worden. CRLO was ook eerst bedoeld als een soort debiele internaat. Die wilde men hier heropvoeden, zodat ze weer konden terugkeren naar de samenleving. Dat is nu 125 jaar geleden dat CRLO werd opgericht. Er moet enorm veel veranderd zijn. Kijk, het begon met dat opvoedingsoptimisme. Later verzakte dat optimisme wat. Was men ook angstiger voor mensen die afweken van de samenleving. Zwakzinnigen, krankzinnigen. Men vond die toch wel moeilijk inpasbaar in de samenleving. En toen werden deze scholen, zou ik bijna zeggen, deze internaten, die werden geleidelijk aan meer opbergplaatsen. Waar mensen als het ware wat afgezonderd van de samenleving goed verzorgd werden. Maar dan vanuit de gedachte dat ze toch wel hier veilig zaten, en voor henzelf en voor de samenleving. Ermelo wordt wel eens het dorp der gestichten genoemd, of met een ander woord Erbarmelo. En dat zegt wat. Heel veel mensen die afweken van de norm om maatschappelijk onvolwaardigen, of welk woord ook wilt gebruiken, die werden hier in de eind 19e eeuw, begin 20e eeuw en ook daarna opgevangen. Dus uiteindelijk hadden wij een enorme belangrijke functie weer, Gelderland in die 19e en 20e eeuw. Gelderland was een soort provincie die als het ware in hoge mate bijdroeg aan de gezondheid van de Nederlandse bevolking. Maar niet alleen voor arme, teringlijdende sloebers, krankzinnigen en zwakzinnigen was Gelderland de place to be. Ook de rijken en welgestelden kwamen graag naar onze mooie provincie. En wel vanwege het water. Schitterend. Ja, prachtig, hè? 100 jaar geleden, 150 jaar geleden, was dit een kuuroord. Ja, dat klopt. In 1849 wilde Jut van Breukelenwaard hier een kuuroord beginnen. En dat duurde tot 1870 voordat de eerste gast hier eigenlijk daadwerkelijk kwam om te kuren. En wat kon je hier dan doen? Je kon als je allerlei ziektes had, huidziektes, je was mentaal niet helemaal in orde. Dan kon je hier een kuur volgen van zo'n 6 weken. En dan na die 6 weken waterkuren was het de opzet dat je dan beter was. Wat deden ze dan? Ging je dan met je voet in de emmer water zitten? Of? Er waren allerlei manieren waarop je benat werd. Er waren die badkuipen en dan kreeg je koud water baden, warm water baden. Je kreeg douches. Je moet niet vergeten, destijds... Een douche. Douches waren er niet. Hè? Mensen die wasten zich niet zo gek vaak. En als ze hier kwamen, dan werden ze echt in de watten gelegd. En als je een kuur volgde van zo'n 6 weken, dat betekende concreet... Je had aandacht,
Ja, mensen hadden ook vaak gebrek aan aandacht. Je werd vaak op een streng dieet gezet. Of je kreeg... Bijgevoerd. Je werd bijgevoerd. Ja, maar je werd dus echt 6 weken lang werd er aandacht aan je besteed. Zou, en dat zou ik nog wel willen zo. Ja. Maar ja, wat weet je? Nou ja, het bestaat niet meer als kuuroord. Wie hebben hier in hun blote kont op het terras gezeten? Nou, ik denk niemand. Nou ja, met een lendendoekje of een broekje aan. Nee. Zo ging het destijds niet. Ah. Je werd gewoon in de ruimtes waar de baden waren, mocht je je broek aanhouden en dan werd je afgespoeld. En je werd met allerlei waters van diverse temperaturen werd je bespoten. En, maar je hield gewoon je kleren aan als je buiten was. Want er waren natuurlijk... Ja, dat kan ook. Ja. Antonie Fokker heeft hier een week gezeten. Willem Mengelberg, de bekende dirigent van het Concertgebouworkest. Die had last van zijn arm en die is hier een groot... Ja, dirigeerarm had hij en die is hier een groot aantal weken geweest om zijn arm te laten behandelen. Waarom in Laag-Soeren zo'n waterkuuroord? Ja, omdat Jut van Breukelen-Waard op het moment dat hij... bij zich dacht, ik wil in Nederland ook een kuuroord beginnen. Hij in Laag-Soeren uitkwam, omdat hier... Je had hier prachtige omgeving. Je had hier Sprengenwater. Ja. Sprengenwater, dat ligt hier zo'n kilometer hier vandaan. Dat was helder, schoon. En de temperatuur lag zo tussen de 10 en 12 graden. En er was een constante aanvoer van het water. Zat er iets heilzaams aan het Sprengenwater? Dat zei men, hè. Ja, dat wat je ervan geloven mogen. Ja. Men vond dat geneeskrachtig. Ja, het is nu eigenlijk een soort wellness, hè. Je zou het een soort wellness kunnen noemen, maar dan in de 19e eeuw. Vroeger werden mensen met een beperking echt weggestopt. Dit soort mooie plekken, ja. Maar dat gaat tegenwoordig heel anders, hè? Ja, tegenwoordig gaat het inderdaad heel anders. Dan is het veel meer gericht op de eigen regie van de cliënten. Eigen woningen, eigen appartementen, weliswaar met ondersteuning uiteraard. En we echt meedoen in de maatschappij met wonen, maar ook met werken. Zoals hier in Shopee, de tweedekans kledingwinkel. Shopee? Ja, Shopee. Hier werken mensen met verstandelijke beperking. Eigenlijk zo normaal als mogelijk in een kledingwinkel. En daar komen ook mensen uit het dorp? Ja, uit Ermelo en uit Harderwijk. En, mensen die hier wonen en werken, die komen hier gewoon hun nieuwe kleding halen. Heb jij nog nieuwe kleding nodig? Nou, we kunnen even gaan kijken, denk ik. Ja, je kan wel wat gebruiken. Nou. Oh. Ja, het pak is wel een tijdje. Gaat wel een tijdje mee. Ja. Goedemiddag. Hallo. Kan ik u ergens van dienst zijn? Ja, ik krijg wel eens commentaar dat mijn outfit niet helemaal goed is. Oh ja. Dus ik weet niet wat u ervan vindt. Nou, deze ook zo. Oh, nou, lekker. Dan is er werk aan de winkel. Ja. Nou, ik zou eens kijken, wat zoeken we precies? Alles in blauw, geel, zwart is altijd goed, hè? In de kleuren van de Gelderse vlag. Ik heb zoiets. Een gele broek. Het is wel meteen al heftig, hè? Ik weet wel waar ik om vraag. En iets van blauw. Ja, het wordt wel een heel stuk meer casual, ja. Maar dat is misschien ook wel een keertje prettig. Nou, dat is ook mooi hoor. Ja, de winter komt er ook aan. Past precies bij de stropdas. Oh, ja. Ja, mooi. Alsjeblieft. Sam, Cerelo bestaat nu 125 jaar. En ik vind het wel heel erg bijzonder dat de instelling niet alleen maar hier in Ermelo zit, maar nu ook eigenlijk overal in Nederland. Ja, dat klopt. 125 jaar geleden zijn we dus hier in Ermelo begonnen. Is de eerste cliënt bij ons komen wonen. En in de loop der jaren zijn we eigenlijk gegroeid tot een zorgorganisatie die door heel Nederland zit. Eigenlijk alleen onder de rivieren niet, maar voor de rest zijn we overal in Nederland vertegenwoordigd. Dus jullie bewijzen dat Gelderland een echte zorgprovincie is. Dat wij voor heel Nederland zorgen, niet alleen vroeger, maar ook nu nog. Ja, zo kun je dat wel stellen. Eigenlijk zijn we overal wel vertegenwoordigd. Nou, kijk een huiver. Een heel ander gezicht. Ja, nou ja, het gezicht is nog, dat is het enige dat nog hetzelfde is. Nou, ik vind dat het uitstekend. Zorginstellingen die ooit in Gelderland begonnen,
zijn nu te vinden in heel Nederland. En daar blijft het niet bij, want dankzij het dorp in Arnhem gaat de Gelderse zorg zelfs internationaal. Hier worden nieuwe technieken ontwikkeld die het leven van mensen met een beperking verbeteren. En deze technieken gaan de hele wereld over. Wat hier gebeurt is dat vanuit de behoeftes van mensen met een handicap gezocht wordt welke slimme oplossingen zijn denkbaar zodat jij niet gedwongen afhankelijk bent van derden. Maar dat je gewoon kunt kiezen van wie je afhankelijk bent. Hallo. Hallo. Jij bent Anne. Ja, ik ben Anne. Ik ben Bas. Hi. Ik heb hele koude handen, maar ik heb een warm hart. Ja. Dit is een hoe noemen ze dit? Een paswoning. Een paswoning. Want dit is een hele bijzondere woning, want hier kunnen we eigenlijk al zien wat er allemaal kan. Ja, wat er allemaal kan. Ja. En dit is een rolstoelvriendelijke keuken. Zo hebben we hier bijvoorbeeld deze keuken en hij kan draaien. Dus wil je bij de pan kunnen, dan draai je de pan naar je toe. Door deze keuken is het voor mij wel mogelijk om zelf mijn handen te wassen of een doekje over de tafel heen te halen. En het klinkt misschien als iets kleins, maar voor mij heb ik daar alweer een hele hoop zelfstandigheid mee gewonnen. Onderaan staan twee knopjes in en uit. Dit is een wonderbaarlijke gewaarwording, jonge dame. In de jaren 60 was het dorp echt een hele grote stap vooruit, bijna zo groot als de maanlanding. Zit dat nog steeds in de genen, dat innovatieve? Ja, dat zit steeds in de genen. Als je ziet in de loop van de tijd wat er allemaal ontwikkeld is hier, van mobiele ademhalingsondersteuning tot nu allerlei instrumenten waardoor mensen volkomen zelfstandig hun eigen leven kunnen leiden, op een aantal onderdelen van de verzorging na. En daar zijn wij echt een voorloper van in Nederland. En daar is ook CISA en het dorp ook worldwide. Worldwide? Ook worldwide. Lekker we onderscheiden hebben, gewoon, wij zijn gewoon worldwide koploper. We hebben afspraken met bedrijven uit Silicon Valley, waar wij hier samen met cliënten uitproberen of die technologie slim is of niet. Of het hun helpt of hun verder helpt. En dan zijn we echt koploper in Nederland. Wat zie jij eruit? Ja, hoe vind je het? Nou ja, eerlijk antwoord. Ik dacht mooi, in de kleuren van de Gelderse vlag. Dat wel, maar het is niet helemaal mijn stijl, Arendse. Nou, ik hoor het al. Het wordt weer gewoon weer het pak volgende week. Beter. We kunnen nu wel eindelijk echt drinken op onze gezondheid. Ja, omdat wij nog steeds zorgen voor heel Nederland. En niet alleen dat, mondiaal koplopen qua innovatie. Santé. Santé. Een tijdje geleden was ik met mijn vrouw naar het Elisabeths Weeshuis. En ik dacht, wat is dit een mooi museum en wat een schitterende stad is Culemborg. Iedereen moet hier een keer naartoe. Komende zaterdag kan dat, want het Elisabeths Weeshuis is gratis toegankelijk en er zijn ook rondleidingen door de prachtige stad Culemborg. Dus mis dat weer niet. Komende zaterdag, de Gelderdag, hier in Culemborg.